In België is wellicht de bende van Nevel opgerold, verantwoordelijk voor dodelijke aanslagen. Opluchting en vreugde op een zwarte begrafenis in Zuid-Afrika na een uitspraak van een gerechtshof. De schaatster Karin Kania brak 4 van liefst 5 wereldrecords voor de DDR. Goedenavond. Het lijkt erop dat de beruchte bende van Nevel is opgerold. Nevel in België. Berucht van de bloedige overvallen op supermarkten en argeloze kopers daar. 21 mei 85. Michel Cocu verlaat de gevangenis van Nijvel. Deze 35-jarige gewezen politieagent heeft er 18 maanden voor hechtenis op zitten op verdenking van lidmaatschap van de bende van Nijvel. Deze revolver, een Ruger P38, die veeleer toevallig bij de Rijkswacht belandde, leidde tot de arrestatie van Cocu. Die bekend dat hij in februari 83 heeft deelgenomen aan de overval op de Deleize van Jean Val. Op 17 september van dat jaar zou hij ook meegedaan hebben bij de hold-up op de Kolruit van Nijvel. Daarbij vielen 3 doden. 1 maand nadat hij bekend heeft, trekt Cocu al zijn uitspraken weer in en hij wordt bij gebrek aan bewijzen vrijgelaten. Maar nu zit hij opnieuw vast. Na verschillende tegensprekelijke expertises van het wapen garandeert een laatste onderzoek van FN dat deze Ruger P38 gebruikt is bij de overval op de Kolruit van Halle in maart 83. De uitbater van het warenhuis liet daarbij het leven. Michel Cocu zou nu bekend hebben dat hij inderdaad heeft deelgenomen aan de allereerste overvallen van de bende van Nijvel. Na maart 83 zouden er 2 nieuwe bendeleden zijn toegetreden en die 2 zouden de bende meegesleurd hebben in een spiraal van nietsontziend geweld. Maar toen was ik er niet meer bij, zegt Cocu. Misschien heeft de arrestatie van Cocu te maken met de aanhouding door het gerecht van Dendermonde van 4 broers uit een beruchte nomadenfamilie. Het gaat hier om 4 heel zware jongens, afkomstig uit de streek ten zuiden van Brussel. De bende bekende vlot een forse reeks diefstallen en hold-ups, waaronder 2 postovervallen in Baasrode, 1 hold-up op een wisselkantoor in Ranst en talloze diefstallen onder meer in de Deleize van Lokeren. Het laatste nieuws schrijft dat bendeleider Philippe ook zou bekend hebben dat hij aanwezig was bij de overvallen op de Deleize warenhuizen in Eigenbrakel en Overijse op 27 september vorig jaar. In minder dan 1 uur vielen toen niet minder dan 8 doden. Maar volgens het parket van Dendermonde is elk verband tussen de 4 criminele broers en de bende van Nijvel puur verzinsel. Van september 82 tot de zeer bloedige overval in Aalst in november vorig jaar hebben de moordenaars van Nijvel tenminste 16 overvallen gepleegd. Daarbij zijn 28 mensen, onder wie een paar kinderen, op meedogenloze wijze afgeslacht. Na een lang gesprek, maar nog zonder resultaat, heeft het kabinet besloten maandag verder te praten over hoe er in 1987 bezuinigd moet worden. Omdat het aardgas minder opbrengt, is de vraag hoe de lasten te verdelen tussen burgers en bedrijven. Dit is een afbeelding van het schilderij Who's Afraid of the Red, Yellow and Blue van Barnett Newman. Het doek met een waarde van 5 miljoen gulden werd gisteren in het Stedelijk Museum in Amsterdam met een Stanley-mes fors beschadigd. Het is niet te verhinderen. Er zijn zulke idiote mensen tegenwoordig. Zo agressief en zo zinloos om zoiets te doen. Als sta je er vlakbij, hij pakt een mes, rits. En wat doe je er tegen? Nou, wij zijn allen geschokt. Het hele museum is geschokt. Omdat wij van dat schilderij houden. En omdat we weten wat het voor het publiek vertegenwoordigt. U vindt het heel erg? Wij vinden het heel erg. De kunstenaars vinden het heel erg. En de mensen hier in huis vinden het heel erg. Het is een onvervangbaar werk wat vermoord is. Een gerechtshof in Zuid-Afrika heeft een banning order nietig verklaard en daarmee de minister van Justitie, Lagrangie, ernstig gezichtsverlies bezorgd tegenover de zwarte. Wat is een banning order? Een banning order wordt door de Zuid-Afrikaanse justitie als regel gebruikt om tegenstanders van de apartheid het spreken te verbieden en hen in hun bewegingsvrijheid te beperken. Een begrafenis in Port Elizabeth, van slachtoffers van de jongste onrust in Zuid-Afrika, waar de sfeer toch al uitdagend was, liep uit op een ware feestviering om de nietig verklaarde banning order. Die order was nog maar een paar dagen geleden uitgevaardigd tegen Kuzeli Jack, de man die boycott tegen winkels van blanken leidde. Jack verscheen zelf op de begrafenis.
Hier wordt Jack door de juichende menigte geleid. In deze bijeenkomst verscheurt hij demonstratief de banning order papieren en geeft hij lucht aan zijn haat jegens minister van Justitie Lagrange. We shall never relax. We shall never sleep. We shall never rest until we have done away with Lagrange and his boss. In het Russische Alma Ata zijn 5 wereldrecords gesneuveld in de schaatsinterland tussen de Sovjet-Unie en de DDR. 2 Oost-Duitse deelnemsters tekenden daarvoor. Karin Kania brak 4 wereldrecords, gisteren die op de 500 en 3000 meter. En vandaag legde zij als eerste vrouw de 1500 meter onder de 2 minuten af, 1 minuut en 59,5 seconden. En dan was haar puntentotaal een nieuw record. Het 5e nieuwe wereldrecord in Alma Ata was vandaag voor een andere vrouw uit de DDR, Andrea Erich. Zij brak haar eigen beste tijd op de 5000 meter met 7 minuten 20,99 honderdste seconde. En al de voetbaluitslagen van vanavond. In de Eredivisie werd gespeeld Fortuna Sittard tegen VVV 1-1 en Haarlem Roda JC uitslag dubbelblank 0-0. De eerste divisie, Emmen RBC 0-0, PEC Zwolle Vitesse 6-1, Cambuur Telstar 1-3, Willem II RKC 2-2, Helmond Sport Heerenveen 1-1, Veendam SVV 3-1 en Eindhoven De Graafschap uitslag 0-1. Dan zijn we toe aan het nieuwsoverzicht. Het Interkerkelijk Vredesberaad, het IKV, gaat proberen de interne ruzies op te lossen. Dit lijkt me iets heel anders. Dit gaat over de Amerikaanse kernproef van vandaag. Een tekst daarvan is mij niet geworden, maar in ieder geval Amerika heeft onder groot protest van de Sovjet-Unie vandaag een kernproef gehouden in de Nevada-woestijn. En dit is Frankrijk. Het nieuwe Franse kabinet is voor het eerst bij elkaar geweest. Alles wat Frankrijk aan filmende en fotograferende pers voorhanden heeft, was vanmorgen bij het Élysée. Want niemand wilde het zeldzame moment missen van de eerste kabinetsvergadering van een president met een regering die hem vijandig gezind is. Men besprak het werk van de ministerraad, maar van harte ging het allemaal niet. In een gevangenisziekenhuis in de Noord-Italiaanse stad Voghera is vandaag de ex-bankier Michele Sindona overleden. Oorzaak een vergiftiging met cyankali die hij eergisteren in zijn gevangeniscel opliep. Hier is Sindona bij zijn aankomst uit de Verenigde Staten in Italië. Hij kreeg in Amerika 25 jaar gevangenisstraf en in eigen land nog eens 15 jaar. En begin deze week werd hij tot levenslang veroordeeld wegens medeplichtigheid aan moord. En men vraagt zich af of de dood van Sindona moord of zelfmoord is. En dan nu het weeroverzicht. Hier is John Bernhard. In het hele land heeft het vandaag weer geregend. Op de weerkaart van vanmiddag 12 uur, daar kunnen we zien hoe dat nou komt. We zien bij IJsland een lage drukgebied en bij Portugal een hoge drukgebied. En daartussenin een hele sterke weststroming. Daar trekken fronten met regen en bewolking in mee. Dus nou kijken voor morgenmiddag. Dan zien we dat dat lage drukgebied verder wat opgeschoven is. En we zien dat dat front met bewolking voorbij is. Met andere woorden, kunnen wat opklaringen komen. Er ontstaat wel hier voor Ierland een nieuw lage drukgebied. En maandag en dinsdag geeft dat veel wind. En dan komen er weer de nodige regenbuien. Op de satellietfoto's die we in animatie hebben gemaakt, zien we van vanochtend vroeg af, 8 uur, zien we geleidelijk aan die bewolking West-Europa binnenlopen. We kunnen ook bij Italië een lage drukgebied zien waar die bewolking aan het kringelen is. En verder zien we bij Schotland dat daar langzamerhand de opklaringen onze kant uitkomen. De serie is om het uur genomen en we zien op het eind, hier tegen 5 uur, zien we het boven Oost-Europa al donker worden. En om 6 uur is er al veel minder te zien. En dan het weer nog voor morgen. Er is veel regen nog steeds vannacht, ook morgenochtend. En pas in de middag krijgen we vanuit het westen geleidelijk wat gaten in die bewolking en het wordt wat droger. Die opklaringen kunnen we in de loop van de middag waarschijnlijk in het hele land krijgen. Of het nou helemaal droog blijft is de vraag, maar morgenmiddag is duidelijk wat gunstiger. Temperatuur een graad of 7 en de wind is zuidwest, windkracht 8 en die draait morgenochtend en neemt ook ietsje af.
Volgende week beginnen we met heel grillig, wisselvallig weer. Maartse buien, weinig zon en aan de koude kant. Einde van dit half elf journaal. Een prettige zaterdagavond verder. Goedenavond. We hebben drie onderwerpen. Voetbal, Fortuna Sittard tegen VVV. IJshockey, het Nederlands team tegen dat van Frankrijk in het toernooi, het wereldkampioenschaptoernooi voor B-landen in Eindhoven. En zaalkorfbal, DKOD tegen Roda om het Nederlands kampioenschap. We beginnen met het voetbal. Fortuna Sittard, de nummer 5 op de ranglijst, tegen VVV, de nummer 13 in de Eredivisie. De eerste wedstrijd dit seizoen tussen die twee clubs in Venlo in augustus werd door Fortuna gewonnen met 3-0. Het commentaar bij de samenvatting van de wedstrijd van vanavond krijgt u van Leo Steegman.